Het klimaat binnen gebouwen is een installatieonderdeel waar de laatste jaren veel ontwikkelingen plaatsvinden. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid zijn hierbij van essentieel belang. Hoe dit gerealiseerd wordt, vertelt Dick van Giezen van Carrier Air Conditioning. Een klimaatsysteem duurzaam vormgeven is vandaag de dag eigenlijk het koude middel naar buiten brengen. Heel erg belangrijk daarbij, omdat koude middel tegenwoordig een milieueffect heeft. Dat doe je door het in een apparaat te brengen, omkeerbare warmtepomp. Die omkeerbare warmtepomp is eigenlijk een apparaat die je gasketel en je koeling in één brengt. En zeg maar de warmte, de koude energie in de vorm van water naar het gebouw gaat brengen. Een gebouw klimatiseren met water is al gezegd, we hebben een unit op het dak die koud of warm water maakt. Nou, stel dat het zomer is, dan maakt het apparaat koud water. Dat wordt dan eigenlijk in de vorm van waterleidingen, zoals je dat ook wel kent van de cv-installatie, wordt dat door het gebouw heen gedistribueerd. Naar de plekken waar je op dat moment de koeling nodig hebt. In een wintersituatie, precies andersom, je maakt warmte en hij brengt eigenlijk die warmte door middel van water als energiedrager naar de plekken waar je wil verwarmen. Dat is eigenlijk wat vandaag de dag modern is. Water in je gebouw, in leidingen, geen koude middelen, milieutechnische aspecten. Echt natuurlijke middelen gebruiken. Water als drager van het energie in het gebouw, een waterdragend systeem, past in de Nederlandse traditie van cv-systemen die we al jaren kennen in onze woningbouw. Water is makkelijk, is eenvoudig, is duurzaam. Watermanagement, we kennen het met z'n allen. Nou, gecombineerd met standaard, betekent geen faalkosten. Gecombineerd met warmtepompen betekent lage energieverbruiken. Daar past het eigenlijk in.